En dan ons tweede onderdeel, de eendencross. Ik ben Ronald de Vaan en ik doe het mee aan de CV-cross. En nou, in de proefronde ging het niet zo best. En nu zijn we wat stangen aan het verzetten. Nu lig je beter in de bocht dadelijk. Hallo, ik ben John Verschuur en ik doe mee aan de 2CV-cross. Ik ben Michel Esselaar en ik doe mee aan de Nederlandse 2CV-rallycross-competitie. Het begon in de jaren 70 in Frankrijk. En even daarna kwam de rage ook naar Nederland, de eendencross. In de jaren 80 werd het de super low-budget tak van de Nederlandse autosport. Vorig jaar in Sportpaleis Ahoy won met nummer 7 in de blauwe eend rechts Co Kassen. En ook in het ijsstadion Tialf nam Kassen de leiding. Na de start gaan de rijders rechtdoor en daarna een 180 graden bocht in. Men moet het circuit nog verkennen en we zien de man die net een stangen aanpaste, Roland de Vaan. Die zei dat hij een betere wegligging zou hebben, maar spontaan de hekken invloog. De tweede bocht, weer een 180 graden doordraaiende, een soort open herstelbocht. Met nummer 8 is het nu een nieuwe leider, Michel Esselaar. De tweede keer moet men door een chicane en Esselaar klapt vol in de boarding. Maar houdt het gas erop en duwt een aantal andere deelnemers in de rondte. Want kijk maar, nummer 8 komt als eerste weer de bocht in. Wordt nu gepasseerd aan de binnenkant. En we kijken nog één keer naar die klap van Michel Esselaar. Daar geeft hij gas. Nummer 6 gaat in de rondte. Dirk Garvelink. En Michel Esselaar blijft aan de leiding. Op de derde plaats is inmiddels gekomen met start nummer 1 de Nederlandse kampioen Jan Slager. Met de oranje eend. Maar daar wordt weer een stokje voor gestoken. Oftewel een eend. En hij wordt volledig de baan uitgeramd. Onze stangeman, Roland de Vaan, klapt hier weer vol de boarding in. Onno de Vos is de leider, maar let op de derde auto, de rode eend. Dirk Garvelink pakt zijn eendje daar keurig tegen de leider aan en snijdt iedereen de pas af. Gaat als eerste de chicane in en start nummer 6, oftewel Dirk Garvelink, gaat meteen aan de leiding. Hij is pas vorig jaar begonnen met eendencross en komt uit Bladel. De eendencross wordt meestal verreden op het Eurocircuit tijdens de rallycrosswedstrijden in Valkenswaard en ook zo nu en dan in Gent. En Roland de Vaan met zijn stangen staat nu op het ijs. Dirk Garvelink heeft dus geen last meer van hem en kan rustig als eerste afgevlacht worden. Garvelink dus blij, maar iets minder blij is de man die er net aan de leiding lag, Onno de Vos. Hij komt rechts in beeld eraan rijden, maar ondanks het feit dat ze elkaar in de wielen reden, probeerde hij toch nog eventjes een handje te geven. De uitslag. Dirk Garvelink werd eerste voor Onno de Vos, Michel Esselaar, Jan Slager en Co Kassen. Straks een tweedemans van de eenden die voorzien zijn van een veiligheidskooi, hoofdstroomschakelaar en 3- of 4-puntsgordel. Ze kunnen dus rustig rollen zonder dat er iets met de rijders gebeurt. En op het geld hoef je ook niet te kijken. Een jaar racen kost zo'n 2000 gulden.